Deze uitvaart is in scène gezet, maar illustreert het werk van de studenten. Inmiddels is de groep 12 man sterk. Overal in de provincie zijn ze inzetbaar als nabestaanden een bijzondere uitvaart willen. De studenten hebben zich gespecialiseerd in het schouderen. Iets wat in het noorden vrijwel niet gebeurt. Volgens mij is het hier überhaupt nooit traditie geweest. Het is hier natuurlijk geen katholieke omgeving. In het midden en het zuiden wel. Daar was dat meer aan de orde van de dag. Dus daarom is het daar ook zeg maar begonnen. De studenten worden steeds vaker gevraagd om uitvaarten te begeleiden. Ze vatten hun taak uiterst serieus op. Je kunt je geen fout permitteren. Bij een uitvaart is het zo dat je het één keer moet doen en dan moet het goed gaan. Want we zijn natuurlijk allemaal bij gebaat dat een uitvaart zo neergezet wordt zoals de klant dat wil. En dat moet perfect zijn. En daarom wordt er uitgebreid geoefend door de studenten en wordt er niet zomaar personeel aangenomen. Iedereen kan zich aanmelden, maar je komt wel in een sollicitatieprocedure terecht. Waarin wordt gelet hoe je gedraagt, hoe je onder stress ook kan gedragen. Want je zit natuurlijk wel in een omgeving waar die emotioneel is. Waar de schijnwerkers vol op je gericht zijn. En daarnaast verzorgen we ook een training voor iedereen die bij ons wordt aangenomen. Waarbij elke stap van het proces zeg maar, bij langs wordt gegaan. Axios merkt dat steeds meer mensen kiezen voor een uitvaart met een bijzonder tintje. Maar voor een gebeurtenis als een begrafenis of crematie worden aan de sollicitanten hoge eisen gesteld. Het moet inderdaad iemand zijn die er echt wel voor wil gaan. Inderdaad, die er ook echt wel. Die het echt mooi vindt om te doen, zeg maar. Het is niet iets dat je zo even erbij doet. Het is ook niet een omgeving waarbij iedereen zegt van nou, dat doe ik wel even. Je moet er echt wel interesse voor hebben en erin geïnteresseerd zijn.